Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 18. De laatste van de drie waarin jij hebt geleerd over werken in edit mode. Oftewel het maken van je eigen modellen. En dat is natuurlijk al super vet om die modellen uit je tekening in 3D tot leven te laten komen in Blender. Maar daarvoor moet je eerst nog even deze video ook eventjes kijken en vooral doen. En uh, ja, we, uh, genoeg gepraat, we gaan gewoon beginnen. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En het lijstje is niet te heel lang hoor. Komt echt wel goed. We gaan het hebben over objecten samenvoegen. Losse delen selecteren en splitten. En proportional editing. Maar eerst beginnen met objecten samenvoegen. Dit is het blendenbestand wat je ook bent tegenkomen in 16 en 17. Download hem van mijn site. En dan mocht je dat op een of andere belachelijke reden 16 en 17 niet gedaan hebben. voei, Eerst 16 en 17 doen. En dan kun je aan de slag met die van 18. Allright, net zoals in de vorige video's. We gaan even naar uh, collectie nummer 18 en rechten maken. Knop en dan select objects en dan numpad slash even bekijken in local view. Goed, wat gaan we eens even kijken? We hebben hier een monkey op een soort van pilaar en we gaan objecten samenvoegen. Kijk, er, ik selecteer hem even met links. Ik zit nog gewoon in object modus, hè, dus je kan gewoon uh, overal klikken. En ik pak deze en je ziet dat het uh, monkietje aan de pilaar vast zit. En hier zitten ze niet aan elkaar vast. Dus dit zijn eigenlijk twee losse objecten. En dat zie je ook terug in de outliner, want hier zie je de pilaar, hier zo. En hier zie je Suzanne. Het zijn losse objecten hier, staan hier ook los in de outliner. Hoe kun je die uh, samenvoegen? Nou, daarvoor hoef je dus eigenlijk nog helemaal niet eens naar edit mode toe. Je selecteert ze gewoon allebei. De pilaar en de monkey. En de toetsenbordcombi is Ctrl-J. Dus je drukt ctrl en dan op J en dan ctrl J. Hoezee, hoejee, ze zijn aan elkaar vast. En dat zie je ook als ik nu wel naar edit mode ga. Via tab dan zie je dus dat het één object is geworden. De puntenlijnen en vlakken heeft hij als het ware in elkaar gemerged tot één object. Zeg maar. En trouwens, dat uh, Ctrl-J kan je ook doen met een menu hoor. Dus ik pak eventjes het voorbeeld. Of niet per se te doen, hoor, wat je zelf wil. Druk op Shift-D. Dan kan ik deze dus dupliceren. En dan heb ik er opeens twee En dan selecteer ik ze eventjes allebei. En als ik dan met de rechtermuisknop klik, dan krijg je het object-contact menu. En ik zit trouwens nog steeds gewoon in object mode. Niet in edit mode, maar object mode. En dan vind je hier Ctrl-J join. Hoppakee. En dan zie je ook dat het nog steeds twee op, uh, objecten zijn. Kijk, je dacht misschien: die aap zit een beetje in de pilaar en dat zal wel moeten of zo. Maar nee hoor, het kan gewoon complete random afstand losstaande dingen van elkaar zijn. En die kan je op die manier uh, joinen tot Object. Even een paar keer Ctrl Z, want dit was niet de bedoeling. Het was gewoon een uh, sidestepje door naar de L. Want die L hebben we nodig om het voorbeeld na te maken. Ik heb hier een uh, mond met uh, rode lippen, zwarte binnenkant en een heleboel uh, tanden. En hoe krijgen we die boel nou eens eventjes uit elkaar getrokken, zoals het voorbeeld? Dat doe je door het selecteren van losse delen. Oké. Okay. Goed opletten nu. Dit is gewoon één object. Ik zit hier in object modus en ik kan gewoon een objecten pakken. Oké. Okay. Tap. Ga ik naar edit mode. En dan ga ik eens even goed bekijken. En in edit mode lijkt het alsof we gewoon, ja, het is nog steeds gewoon één object. Maar toch zijn dit losse delen. Kijk die. Punten, randen en vlakken, die zitten natuurlijk aan elkaar vast. Als ik dit zou uh, pakken, dan gaan een heleboel punten en randen en vlakken mee. Maar als ik hier dit punt pak, zeg maar, dan zal het rooien van de lippen nooit meegaan, omdat die niet is op een enkele manier is verbonden met deze tand. En hetzelfde als deze, deze punt die hier ergens in het zwart zit, die kan ik. Uh, pakken en slepen wat ik wil. Maar die zal die nooit en rooien meepakken. Dat zijn losse delen. Hoe kun je al die losse punten dan gaan selecteren? Ik klik en dan shift, links klik, shift, shift. Ja, nee, dit is niet de meest handige methode. Gelukkig is daar een betere oplossing voor. En dat is dus de letter L. Met L kun je losse delen in één keer selecteren. Gaan we met mijn muis ergens staan, bijvoorbeeld de rode lippen, druk op L en hoppakee, alles wat eh, zeg maar aan elkaar vastzit, alle punten, lijnen en vlakken die met elkaar verbonden zijn, die zal hij dus selecteren. En hetzelfde geldt voor het zwart in het midden, en hier bijvoorbeeld deze tand. En hoe vaker je L drukt, hoe meer dit erbij zal pakken. Het voorgaande blijft ook geselecteerd. Er komt gewoon steeds weer uh, wat bij en wat. Dus losse delen komen er dus bij. Als ik weer wil deselecteren, doe je dat overigens met Alt en dan A. Dan kan ik de boel weer deselecteren. Uh, wat kunnen we eens doen? Um, ik ga even die, die lippen selecteren. En dan met uh, GX zal ik dit dus even een stukje naar voren trekken. En dan hebben we hier de lippen losgehaald. Met Alt A doe ik de boel weer even deselecteren. En dan ga ik eens even kijken met L. Selecteer ik eventjes deze zwarte binnenkant. Doe ik die een beetje zo naar voren met GX was het geloof ik. Ja, GX over de x-as. En dan eens kijken naar die uh, tanden. Nou, um, je snapt het idee, je kan er heel erg je best op doen, is allemaal pakken. Je kan natuurlijk ook met box select een heel eind komen, maar dan weet je niet precies of je elke tand uh, pakt. Kijk, waarschijnlijk zie je dan, als ik zo dan pak, dan heb ik wel een gedeelte van die tanden geselecteerd, maar niet uh, allemaal. Dus beter ga je met L. Uh, hier kun je er gewoon een paar tanden selecteren en dan weet je zeker dat je dus de hele tand geselecteerd hebt met L. En dan met GX haal ik ze even een beetje naar voren. Oh. Nu klik ik weer weg. Nou, ik selecteer een paar tanden. GX, je snapt het idee. En hoppakee, ik heb een paar tanden naar voren gesle gesloopt. Geslepen? Gesleept? Goed, maar het punt was dat je dus hebt geleerd dat je dus losse geometrie, zoals het eigenlijk heet, kan selecteren met L. En nog even heel gauw terug naar de vorige. Dat is die aap. Want weet je nog dat jullie hebben gejoind met Ctrl J hebben samengevoegd. En oorspronkelijk was het dus. De pilaar en de monkie waren twee losse objecten. En hoewel dat nu dus zeg maar één object is in Blender, is het in edit mode nog steeds losse geometry. Losse punten, lijnen, vlakken die dus niet met elkaar verbonden zijn. Dus daarom kan ik ook met L deze aap selecteren. En trouwens, die ogen zitten er ook niet aan vast. Dus ook losse geometry. En L is echt super super handig om die losse onderdelen van je object te kunnen selecteren en apart te kunnen bewerken om zo te morphen tot je. Uiteindelijke vorm. Snap je? Alright, door naar P. Want die P, die heeft er ook alles mee te maken. Ik heb hier uh, één object en het lijkt van, ja, maar waar is het? Wat moet ik doen? Dan? Waar is het voorbeeld? Nou, dit is het voorbeeld en de doelopdracht. En de doelopdracht is, maak drie losse objecten van de mond. Ik heb deze mond, die is natuurlijk al een beetje uit elkaar getrokken. Ik ga met de tab eens eventjes in Edit Mode goed bekijken. Met Alt A ga ik de boel even deselecteren. En ik ga deze even selecteren, dus de rode lippen. En dan kan ik, dat, dat heb ik net allemaal uitgelegd, maar met... P, kan je dus deze geselecteerde eh, randenvlakken en punten maken tot een los object. Dus dat doe je met de letter P. En als ik daarop druk dan P, dan staat er separate. En dan kan je kiezen voor by selection, by material of by loose parts. En als ik klik bij selectie, dan wat gebeurt er dan? Ik ga even uit edit modus. Dan zie je dus dat dit nu een apart object is geworden ten opzichte van deze objecten. Nou, eh, nog een keertje. Ik ga met L deze even selecteren. Dus dat was met L. Met P kan ik dit dus eventjes separaten. Separate by selection. En dan klik ik eventjes. Ga... Nee, ik klik nu weg. Ik ga even uit edit mode. En dan zie je dus dat dit ook weer een apart object is geworden. Dus nu heb je een lippenobject, binnenkant object en tanden object. En trouwens zie je dat het uh, origin punt, even iets anders, uh, helemaal hier zit van het binnenkant object. Nou, rechtermuisknop. Uh, set Origin Orient to Geometry. Hebben we het eerder over gehad? En hoppakee, Geometry gaat precies naar dit object weer toezetten, dat het draaien veel makkelijker is. Maar goed. Met L kun je dus losse delen selecteren en met P kan je dus die losse objecten in een eigen object maken. En wat ik ook nog even moet laten zien, ik heb nu gewoon dus uh, dit uh, megatanden object geselecteerd. En ik ga even naar tab in edit mode, ga ik eens even proberen kijken. Met A selecteer ik ze allemaal eventjes uh, allemaal en dan druk ik hier op uh, P. En dan krijg je dus weer dat uh, separate menuetje En dan vind je hier ook by loose parts. Net hebben we het Separate by Selection. Maar hier kun je ook kiezen voor by loose parts. Dus dan ga je tegen Blender zeggen. Hé, hey, alles wat niet aan elkaar verbonden is, moet je een eigen object maken. En als ik dat doe, hoppakee, moet je zien hoeveel tanden er dan uh, bij komen. Al die tanden zijn dan een eigen object geworden. Ze zaten net bij elkaar in één object in, uh, in edit mode. Maar in edit mode was het nog steeds losse geometry. En nu zeg maar zijn het allemaal losse tanden geworden. Omdat je dus automatisch kan kiezen voor. Hey, alles wat niet is verbonden met elkaar moet je weer vermaken tot één object. En voor de grap wat ik dan eens eventjes kan doen. Ik kan dit eens eventjes uh, selecteren. En nu heb ik eventjes al die tanden weer hier geselecteerd. En dan kan je ze hier met Ctrl J. Weet je nog wat we ook hebben geleerd? Ctrl J. Kan ik ze weer joinen? En dan zijn ze weer. Uh, één object geworden. Maar we je met losse geometry. Dus Ctrl J. Objecten samenvoegen, L. Losse delen selecteren. En met P kan je ze dus uh, weer losmaken tot eigen objecten. En de volgende is proportional editing. Hoe krijg je deze donut-vorm, dit gewoon lees dit ding daar, in een wat meer organisch gebogen, geblopte andere vorm? En. Ja, dat is iets heel tops om te weten. Want de meeste dingen in onze wereld zijn niet helemaal standaard recht, of helemaal rond, of helemaal perfect. Alles is een beetje organisch gebogen. En wil jij je objecten wat meer levendigheid geven, dan komt Proportional Editing jou goed van pas. Maar wat is het eigenlijk? En hoe krijg je... Nou, wat is het? Ik laat het je even vooral even zien. Hé, hey, um, Shift-A. Als ik op Shift-A druk, krijg ik het Shift-A Add Menu. En in video nummer 15 heb ik je die ook al laten zien. En daarin heb ik je ook verteld wat voor soorten objecten je eigenlijk allemaal in Blender kan gooien. En het zijn er een heleboel. Onder Mesh vind je zeg maar de basis Mesh objecten, zoals ook bijvoorbeeld dit uh, vlak, een plane met S ga ik die eens eventjes een beetje groter maken. En met GX schuif ik die een klein beetje naar voren. En we gaan met tab eventjes in edit mode. En met de rechter muisknop ga ik eventjes de boel subdividen. En hieronder krijg je dan zo'n tijdelijk minuutje En die zet ik bijvoorbeeld deze eventjes op uh, 10. En dan ga ik weer eventjes uit edit mode met tab en er weer in. <laughs> Want dan ga ik weer alles eventjes selecteren van dit vlak en met de rechter muisknop ook weer op Subdivide drukken en dan doen we eventjes heel veel punten en randen en vlakken toevoegen aan dit vlak. Oké, okay, okay, dit volgt nog wel. Hè? Met uh, alt even alles deselecteren en dan pak ik hier ergens één puntje op. Ik heb hier ergens in dit vlak <laughs> één puntje geselecteerd en ik pak dat ene puntje op met G en ik beweeg die uh, omhoog. Dan zul je zien dat die omhoog gaat, natuurlijk, maar alleen. Alles wat vastzit aan dat puntje gaat mee omhoog. Dus alleen de randen en de vlakken die daaraan vastzitten, die gaan mee omhoog en de rest blijft zo vlak als het maar kan. Dus dat is, uh, nou ja, het kan handig zijn of niet. Kijk, ik kan met Circle select, kan ik er meer selecteren. Dat je met Circle select en als ik ze dan oppak, dan gaan ook echt alleen maar degene die ik heb geselecteerd. De, daar gebeurt wat mee. Logisch, natuurlijk. Alt-AF alles weer deselecteren. Q Proportional Editing. Wat is het en waar vind je dat? Hier bovenin, daar vind je het. Daar vind je een knopje voor proportional editing. En die kan je hier dus gewoon aan, aanzetten of uitzetten of aanzetten of uitzetten. En hiernaast vind je nog wat andere instellingen, ga ik zo laten zien. Maar als ik proportional editing aanzet, dan gebeurt er dus dit. Weet je, ik heb hier dus één vertex geselecteerd en ik pak hem op met uh, g. En opeens gaat dan, haha, ja, niet alleen dat ene puntje omhoog, maar nog veel meer. Kijk, en wat je ook zag, je ziet hier ook een uh, cirkel en die kan je groter en kleiner maken door te draaien aan je scrollwiel. En wat dan het geval is, de punten, randen en vlakken aan de buitenkant van die cirkel, die gaan maar een heel klein beetje omhoog. En naarmate je meer in de binnenkant van dat uh, cirkelding zit, zal die dus verder omhoog gaan. En dat is dus proportional editing. En dan kan je op die manier dus gewoon uh, klikken en dan uh, even iets pakken en op die manier een hele, ja... Organische manier van de vorm bewerken, zeg maar. Allright, maar wat ook kan. pak paar keer Ctrl Z. Allright, pak even een zo'n vertex. Heb ik nu hier gepakt. Hierboven vind je ook een aantal instellingen. Je yes, yes, yes. hebt bijvoorbeeld smooth, smear, root, inverse, square, uh, sharp. Het zijn verschillende manieren van proportional editing, eigenlijk. Ik heb hem nu bijvoorbeeld op sharp gezet, en als ik hem dan op G pak, dan krijg je dus een hele scherpe fall-off, noem je dat eigenlijk, van het afvallen. Kijk, als ik hem hier pak, dan heb je hier dus die cirkel, en hier krijg je dan dus een hele scherpe rand zo hier naar buiten toe, dus deze vorm kun je dus instellen hier bij het proportional editing menu. En wat ook kan, is ook wel vet. Dat is uh, random. En als ik random doe en ik pak hier dus één vertex, heb ik hier dus nog actief en ik pak hem op. En met G kan ik dus de cirkel een beetje groter maken. En ik doe ze allemaal omhoog. En dan gaat hij dus op een willekeurige manier. Uh, andere punten dus ook omhoog doen, maar de ene ja, gewoon willekeurig nog verder dan de ander. En op die manier krijg je dus lijkt wel een soort van textuur berglandschapje. Nou, dat is dus proportional editing. Ik doe deze eventjes uh, niet weg, maar ik heb hem even gehaaid met H. Nou, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Je selecteert deze donut. Een beetje centreren. En ik zet proportional editing aan. En ik zet hem gewoon even op smooth. Ik ga met tab in edit mode. En met C kan ik bijvoorbeeld een paar vertexes selecteren. En met G uh, pak ik hem dus. Kijk, en nu is mijn cirkel nog heel erg groot. Dus er gaat mijn hele donut alle kanten op. Dus ik draai aan mijn scrollwiel. Maak hem wat kleiner. En op die manier kan ik dus uh, deze een klein beetje. Ja, uh, het minuutje een beetje naar beneden zo. Een beetje aanpassen en dan een beetje wat organischere vorm van maken. Ja, maken wat van. Je kan heel goed je best doen om deze vorm precies na te maken, maar dat maakt niet uit. Het enige wat jij kan doen en moet doen ook is gewoon proportional editing aanzetten. Probeer eens te spelen met deze verschillende vormen van proportional editing. En uh, weet dat het bestaat. En had ik het al gezegd. Proportional editing kan je aanzetten met de toets O. Dus dan zie je zien dat hij aan en uit uh, gaat. Met de toets O op je toetsenbord. Kan je proportional editing aan en uitzetten. Maar Jonge jonge jongen, wat hebben we veel gedaan? De afgelopen video's, video's 16, 17 en 18. Dat was echt de eerste kennismaken met werken in edit mode. En dat heb jij heel hard nodig voordat jij je eigen modellen gaat maken. En trouwens, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deel 1 van de training, de basis van Blender. Want dit 7, eh, filmpje 18 was het laatste vlampvideootje. Maar er zijn er nog 5 in deel 1. Moet je die per se kijken? Nou, kan, kan, hoeft niet per se, maar het is wel informatief. Ik denk, ga ze heel snel langs. Nummer 19, nog even dit over edit modus. Dus nogmaals, niet een vlam video, maar ik ga even wat meer technische shizzle vertellen over ja, die puntenlijnen en vlakken. Trees, en angle en hoe je dingen kan, eh, dingen over edge flow en over normals. Dan volgende video over tabs van het properties panel. En dat zijn deze tabbladen hier aan de zijkant. Wat doen ze? Wat voor functie hebben ze zo'n beetje globaal? Dan door naar een kijkje onder de motorkap van Blender over die datastructuur. Hoe steekt dat in elkaar? En dan over deze legend, deze genius, Ton Roosendaal. De bedenker, de maker van Blender. Um, en dan de laatste video van deel 1. Wat kan je eigenlijk allemaal met Blender? Dat. Weet je misschien al wel, want jij, jij bent deze training aan het volgen, dus je weet dat je hele vette dingen kan maken met blender. Maar misschien vertel ik je nog iets in deze video wat je nog niet mist. En dan door naar deel 2 over uh, in dat tweede deel van deze blender training gaan we echt aan de slag met het maken van al jouw modellen uit jouw tekening. Dus op naar de volgende video nummer 19. Nog even dit over edit mode. Maak iets.